Hoewel de eerste fabrieken al in de 18e eeuw werden gebouwd, zijn de meeste historici het erover eens dat de industrialisatie pas echt op gang kwam vanaf 1830, 1840. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw kon niemand de industriële revolutie nog ontkennen. Op het eerste gezicht lijkt de industriële revolutie vooral een verhaal van technologische vooruitgang en economische vrijheid. Machines en technologie begonnen in steeds meer onderdelen van het dagelijks leven door te dringen. Mensen en dingen verplaatsten zich steeds sneller en goedkoper over steeds grotere afstanden. En omdat er maar weinig regulering was in de economie, kregen ondernemers vrij spel om te vernieuwen en te experimenteren. Sinds 1851 presenteerden techneuten en ondernemers hun nieuwste uitvindingen op wereldtentoonstellingen. De eerste tentoonstelling in Londen trok in zes maanden tijd ruim zes miljoen bezoekers. Een kwart van alle Britten bezocht de tentoonstelling en velen kwamen natuurlijk geheel in stijl met de trein. De tentoonstelling werd gehouden in het speciaal ontworpen Crystal Palace, een uniek, gigantisch en hypermodern gebouw gemaakt van glas en staal. Het gebouw en de tentoonstelling waarvoor het gebouw was neergezet, stonden symbool voor de Britse vooruitgang. De Britse schrijfster Charlotte Brontë sprak haar bewondering uit. De grootheid bestaat niet uit één ding, maar uit de unieke verzameling van alle dingen. Je vindt er alles wat de menselijke industrie heeft gecreëerd. Je zou denken dat alleen magische krachten deze rijkdommen uit alle uiteinden van de wereld hadden kunnen verzamelen. Maar die vooruitgang had een prijs. Want hoewel Londen een prachtig nieuw gebouw rijker was, waren er in dezelfde stad ook sloppenwijken aan het ontstaan. Grote steden zoals Londen barsten uit hun voegen door de ontelbare arbeiders die op zoek waren naar werk. En doordat er veel meer arbeiders dan banen waren, concurreerden ze ook met elkaar. Wie bereid was voor het laagste loon te werken, kreeg de baan. Werkdagen van 16 uur waren geen uitzondering. Je begon om 3 uur s morgens en werkte dan door tot 9 uur s avonds, voor ongerekend zo'n 5 tot 10 euro per dag. Maar als je ziek werd, als je een keertje versliep of door een ongeluk een vinger verloor of misschien wel meer, stond je direct op straat. En daarna zou het niet lang duren voor de huisbaas ook op zoek moest naar een nieuwe huurder die wel werk had om de huur te betalen. Voor vrouwen en kinderen was het leven niet anders, behalve dat ze dan vaak nog minder geld verdienden dan mannen, ook al deden ze exact hetzelfde werk. Hele gezinnen waren gedwongen om in de fabrieken te werken, zodat ze net genoeg geld konden verdienen om te overleven. Er werden nauwelijks nieuwe huizen gebouwd, terwijl de bevolking in de steden juist explodeerde. Het was geen uitzondering dat grote arbeidersgezinnen samenwoonden op een paar vierkante meter: keuken, slaapkamer, woonkamer en badkamer in één. De wc was een emmer met een deksel die je niet kon doorspoelen, en schoon drinkwater was er überhaupt niet. Ondanks alle vooruitgang daalde de gemiddelde levensverwachting in de 19e eeuw. Dat was dan de triomf van het economisch liberalisme. De liberalen hadden jarenlang beweerd dat de welvaart van de hele samenleving zou groeien als iedereen zo vrij mogelijk zijn eigen belang kon nastreven. Maar wie om zich heen keek zag dat alleen de rijke bovenklasse profiteerde van de vooruitgang. De ongelijkheid tussen arm en rijk werd alleen maar groter. Liberalen hadden de overtuiging dat rijken hun geld eerlijk hadden verdiend door hun spaarzaamheid, hun talenten en samenwerking. Maar sommigen trokken die redenering in twijfel. Een van die twijfelaars was de Duitser Karl Marx. Volgens Marx had het kapitaal in Europa een gewelddadige voorgeschiedenis van kolonisatie en imperialisme, maar ook het verjagen van boeren van hun land en het buitensluiten van armen uit de politiek. De bourgeoisie, zoals Marx de rijke bovenklasse noemde, hield alle macht en geld in handen en zorgde er juist voor dat de verdeling van bezit en macht steeds schever werd. De oplossing was volgens Marx eenvoudig en doeltreffend: als alle arbeiders zich verenigden. Zouden ze een machtige vuist kunnen maken om het kapitalistische systeem, waarvan ze zelf de dupe waren, af te breken. Marx was niet de enige kritische geest die vond dat arbeiders zich moesten verenigen tegen de machtige bourgeoisie en hun kapitalistische systeem. Na een revolutiejaar 1848 gebeurde dat ook. In de geïndustrialiseerde landen begonnen arbeidersbewegingen op te komen. Zij streden voor de belangen en de wensen van de arbeiders. Ze organiseerden zich in vakbonden om betere werkomstandigheden, betere leefomstandigheden. Kortere werkdagen en hogere lonen bij hun bazen af te dwingen. De meeste arbeiders hadden nog geen stemrecht, maar door collectief het werk neer te leggen en te gaan staken, konden ze toch van zich laten horen. De socialisten vonden dat iedereen moest meeprofiteren van de vooruitgang en de welvaart. En als de fabriekseigenaren daar zelf niet aan wilden meewerken, dan moest de overheid ingrijpen in de economie. Bijvoorbeeld door een wettelijk minimumloon te bepalen, of door kinderarbeid te verbieden, of minimale eisen voor woningen in de wet vast te leggen. En ja, ook hogere belastingen voor ondernemers, zodat er meer geld was voor bijvoorbeeld onderwijs en de gezondheidszorg. Zo werd de welvaart tenminste wat eerlijker verdeeld. En ondertussen begonnen de arbeiders ook aan hun strijd voor het algemeen kiesrecht. Socialistische volksvertegenwoordigers zouden al die wensen nog sneller kunnen laten uitkomen dan een handjevol toevallige liefdadige liberalen. De arbeidersbeweging was vooral een mannending, maar ook vrouwen verenigden zich om op te komen voor hun rechten. Want in de 19e eeuw waren vrouwen op vrijwel elk vlak achtergesteld. Vrouwen uit de rijke burgerij hadden bijvoorbeeld geen stemrecht, en arbeidersvrouwen verdienden vaak maar de helft van het loon van hun mannen. De strijd van de liberalen tegen de conservatieven, en daarna van de socialisten tegen de liberalen, had voor vrouwen nog niet heel veel opgeleverd. Ze mochten niet scheiden zonder toestemming van hun man, geen buitenlandse reizen maken, geen bankrekening openen of een huis kopen, en stemrecht zat er ook niet echt in. Het was volgens de feministen hoog tijd voor verandering. De strijd tegen de status van vrouwen als tweederangs burgers en voor politieke inspraak en gelijke rechten was begonnen. De industrialisering van de samenleving had dus ingrijpende gevolgen, zowel positief als negatief. Het zorgde voor zowel nieuwe problemen als nieuwe oplossingen van nieuwe groepen, die zich op een bepaalde manier probeerden in te vechten in het bestuur van het land, in de politiek. Stukje bij beetje kwam er in de 19e eeuw verandering aan de structurele ongelijkheid tussen arm en rijk, en konden steeds meer mannen en vrouwen inspraak krijgen in de politiek. De liberalen hadden gestreden voor vrijheid, maar te veel vrijheid leidde tot ongelijkheid. Deze emancipatiebewegingen van arbeiders, vrouwen en andere achtergestelde maatschappelijke groepen zorgden er langzaam maar zeker voor dat steeds meer mensen konden profiteren van de vrijheid, gelijkheid en de welvaart die mogelijk werd gemaakt door de industriële revolutie. Maar die strijd zou nog voortduren tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.